De weersvoorspellingen voor woensdag zeggen niet veel goeds, maar dat mag de pret niet drukken. De speeltuin, het erfgooierskwartier, gaat namelijk weer open. Tijdens de opening is de toegang gratis en zijn er bovendien oud-Hollandse spelletjes, een springkussen en twee nieuwe toestellen. Kijk voor meer informatie op www.sv-erfgooierskwartier.nl. De landmacht 200 jaar. Dit wordt gevierd door het gehele land. Hilversum was een duidelijk doelwit. Op verschillende plekken was de landmacht zeer actief. Begin van de dag werden de bewoners van Gooizicht verwend met koffie en heerlijke gebak. Vervolgens een wandeling naar het centrum. Als afsluiting brachten de bewoners een bezoek aan het Pinetum. Met een heerlijke verrassing. Landmacht is jaarlijk, ze bestaan 200 jaar, ook in Hilversum wordt dat gevierd. In het Dudokpak ziet het groen van de militairen, echte mannen. En wij gaan kijken, zijn zij klaar? Ja, we bestaan 200 jaar. En die 200 jaar proberen we hier wel samen te vatten en de samenleving in te keren. Nou, ik heb vorige week al wat mogen vertellen bij jullie. En nu is de dag aangebroken dat we hier... neerstrijken en een kleine demo opbouwen om aan de mensen te laten zien wat we allemaal kunnen. Gefeliciteerd met 200 jaar landmacht. Hoe viert een generaal nou feest? Nou, door naartoe te gaan. Dus voor mij is gelijk een mooie excuus om even van mijn bureau af te gaan, een groene pak aan te trekken en hier naar Hilversum te gaan om mee te vieren. Hoe vieren jullie feest? Gaat dat er heel hard aan toe? Nee, zo'n feest is niet. We willen vandaag gewoon heel trots laten zien wat wij doen en wat we allemaal kunnen. En dat is voor ons een feest genoeg dat we dat eindelijk eens een keer, of een van de mogelijkheden om dat nu een keer te kunnen tonen aan de mensen. Dat is leuk. Nee, zo graag wil ik ook weer niet op tv. Hier achter je zie je eigenlijk een van de nieuwe innoverende manieren van opleiden en trainen. Serious Games. Waarbij de lesstof, middels spelbeleving, en eigenlijk bestaande speltechnologie aan de cursisten en leerlingen worden aangeboden. Kunnen we ons zo ook veel beter voorbereiden op de Derde Wereldoorlog? Ja, absoluut. Je hebt nu de mogelijkheid met Serious Gaming om in de virtuele wereld bijvoorbeeld al rond te lopen in Mali. Of zoals we dat hebben gedaan in Kunduz en Uruzgan. Die virtuele wereld die hebben we helemaal nagebouwd. Zodat je hier eigenlijk op patrouilles kan lopen in een veilige omgeving en een lesomgeving. Zodat je daar al kan teruggrijpen op de herinnering die je hier in de virtuele wereld hebt opgenomen. Zo, tijd om naar huis te gaan. Op 15 februari maakte wethouder Bernhard Mooijen bekend dat de skatebaan bij de Oude Haven gerenoveerd zou worden. De renovatie is nu in volle gang. Nou, we gaan hier een nieuwe betonvloer starten. De oude asfaltlaag die erin lag was ruw geworden. Voor de skaters was het gevaarlijk omdat er water op bleef staan. Gingen ze onderuit omdat het te glad was. Daarom maken we hem nu opnieuw afwaterend.
Dat is zo dat het gevaar weggenomen is. Zoals het nu uitziet wordt het morgen gestort. Dit is ook een hoogwaardige beton die erin komt. Een extra harde, zodat het niet slijt. Over 2,5 week kunnen de skaters in Hilversum helemaal los op de gerenoveerde skatebaan. Op vrijdag 25 april ging de tweede editie van de Koningsspelen van start. Deelnemende basisscholen begonnen de dag met een ontbijt, gevolgd door een dag vol sport en spel. Op basisschool De Dubbeldekker werd een poging gedaan om het wereldrecord dansen en zingen te verbreken op een liedje van Kinderen voor Kinderen. Daarna was het tijd voor de Koningssportdag. Ook de Minkelerschool was een van de weinige scholen in Hilversum die meedeed aan de Koningsspelen. De leerlingen volgden een parcours van verschillende spelletjes. Op zich is het een hele leuke activiteit. En er zijn heel veel activiteiten natuurlijk. We hebben er nu 30 bij elkaar. Maar het is gewoon voor de kinderen leuk. Maar ook voor het team is het heel... Ja, je doet wat anders. De kinderen leren elkaar wat op een andere manier kennen. Ze gaan met groepjes over de terreinen heen naar de verschillende spelletjes toe. Ze moeten samenwerken bij veel spelletjes. Dus dat is heel erg leuk. Niet alledaags. Het grasveld voor het klooster Stadsgods, vol met dansende zusters. En allen die hen een warm hart toedragen. Een feest dus. Nou ja, een feest. Een afscheidsfeest. De zusters Augustinessen van Sint-Monica gaan op 15 mei definitief weg uit Hilversum. Al eerder dit jaar is de groep zusters in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum bijgeschreven. En enkele weken geleden nog was er een grote kofferbakverkoop. Ze gaan echt weg. Het straatbeeld van Hilversum zal voorgoed veranderen. Geen fietsende zusters meer, gehuld in een witte of een zwarte habijt met groene bies. In 1946 hebben de zusters hun intrek in Hilversum genomen. Ze hebben zich vooral toegelegd op de zorg voor de allerzwaksten in de samenleving. De burgemeester, fan van het eerste uur, praatte vrij uit. Dames en heren, toen ik zojuist binnenkwam, zei ik tegen zuster Mul, dit is geen godshuis, dit is een gekkenhuis. En zij sprak mij voor het eerst in haar leven niet tegen. Ze was het met mij eens. Maar het feit dat u hier in zo'n grote getale bent gekomen om afscheid te nemen van de zusters Augustinessen is natuurlijk een teken van diepe verbondenheid en diepe warmte die er is ontstaan in die ruim 80 jaar die de zusters hier hebben gewoond, gewerkt, geleefd, geleden en geluk hebben beleefd, is er natuurlijk een hele warme band ontstaan. Gelukkig zijn Ingebrit Koren en Annette van Tol zo alert geweest om twee mooie boeken samen te stellen. De eerste werden aangeboden aan zuster Marielle. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dan zou ik zeggen, geef het samen aan zuster Marielle. Het is echt heel mooi. Van Stad Gods naar Casella. Het is precies wat het is. De zuster, op haar beurt ook weer een fan van de burgemeester, overhandigde hem het eerste exemplaar. Ik hoop dat u er met heel veel plezier naar zult kijken en lezen. En het is een herinnering aan ons en het verhaal gaat dus door. Alsjeblieft. Zo'n kleine 70 jaar geleden, aangekomen met het hoognodige op open vrachtwagens. Toen konden we nog niet bevroeden wat we nu anno 2014 allemaal uit het huis zouden halen. Wat we toen in de verste verte niet konden bedenken is dat er zoveel mensen deze plek zouden bezoeken. En
dat we er zoveel vrienden aan overgehouden hebben. Lief en leed hebben we gedeeld. Ook de zwarte bladzijden ontbreken niet in ons boek van de stad Gods. Ook daarbij verkeren we bij Sint Augustinus in goed gezelschap. Groeien door lief en leed. Daar gaan ze. Maar, zoals ze zelf zeggen, ons bed staat in Utrecht, de brommer bij het station, maar ons hart is bij de Hilversummers.